dit deel laat ik even zien hoe we de vleeskleur gaan maken. Ik gebruik hier een klein beetje een vleesoker voor. Naar mijn weten heeft alleen Old Holland die kleur. Ik gebruik daarvoor rauwe sienna. Ik gebruik voor de vleeskleur soms kobaltblauw. En soms gebruik ik ook sapgroen. Ligt maar net aan de huidtint. Verder gebruik ik voor de schaduwen gebruik ik rode omber. Dat zijn en natuurlijk de titaanwit. Dat zijn de kleuren die ik over het algemeen gebruik voor het gezicht. Ik vond in het verleden ook altijd moeilijk om de juiste kleur te vinden. Maar na veel experimenteren heb ik dus uiteindelijk deze combinatie gevonden. Dus dat is rauwe sienna, in dit geval van de rauwe sienna donker van Old Holland. Een klein beetje vleesoker, het is een hele krachtige kleur. En daar doen we dus titaanwit doorheen. En zo ontstaat de vleeskleur. En als het op het doek blijkt dat de kleur niet goed is, dan meng ik altijd met het penseel op het doek verder. Ik heb natuurlijk weer een beetje uitvergroot, zodat we goed de rimpels kunnen zien. En de kleur van het voorhoofd. En volgens mij zit daar een beetje sapgroen doorheen. De kobaltblauw die ik gebruik, die doe ik samen met rode omber om de schaduwen te schilderen. Maar we gaan eerst beginnen met het voorhoofd. Voor het gezicht gebruik ik een kattentong, maatje 6. En dan gaan we eerst het gezicht maar eens mee schilderen. Dat wat ik gemengd heb, dat smeer ik er eerst maar eens even op. Dus kijken hoe de kleur is. Ik gebruik geen verdunning. Mocht ik denken van het is te donker, dan pak ik gewoon een klodder wit en dan ga ik er gewoon op het doek mengen. Ik heb er nog geen groen of zo doorheen gedaan. Het is puur vleesoker en rauwe sienna. Bovenkant onder zijn pet is het een stukje lichter, dus daar doe ik wat titaanwit. En dan goed mengen op het doek. En zo schilderen we het
voorhoofd. Verder gebruik ik een ander penseel, dat heb ik nog niet eerder laten zien. Dat is een mop, tenminste een blender. En een blender die wordt, is eigenlijk geïntroduceerd door Gary Jenkins, de Amerikaanse schilder van bloemen en dergelijke dingen. Wordt in Duitsland gemaakt en zo ziet hij eruit. Het is een... zachte haren zijn het. En daar kun je dus mooi over de verf heen. Zodat je de verfstreken weghaalt en alles een beetje mooi in elkaar over laat vloeien. Wel opletten dat je tijdens het schilderen niet gaat schoonmaken met terpentine. Want anders wordt die haren die drogen dan wat langzamer en dan kun je hem eigenlijk niet meer gebruiken. Dus ik laat hem altijd zo in de pot en dan ga ik gewoon verder met schilderen. En zo kun je het mooi vervagen. Ik zal even ietsjes uitzoomen. Zo, ik denk dat het hele gezicht er nu al op staat. Hij heeft daar wat rood achter, zie je. En zoals je ziet, ik heb nu vleesoker aan het penseel. En dan kun je meteen zien hoe sterk dat is. Het is een hele krachtige kleur. Je hebt eigenlijk maar heel weinig nodig. Er zit hier onder zijn oog zit een wat lichtere plek. Dus ik heb daar wat titaanwit nu op gesmeerd. En het is ook wel de zaak om in de richting van het gezicht te schilderen. Dus als het een bolling is, dan moet je ook voor zorgen dat het een bollige streek wordt. Een beetje met de vorm van de wang mee. Hieronder, boven de baard, is het ook wat rooier. Dus een klein beetje vleesoker. Dan ga ik op het palet een beetje rode omber met wat kobaltblauw mengen. En dan is hier, ik heb een penseeltje, nul rond penseeltje. Het is ongeveer de schaduw. Bij zijn neus. Zo. En dan gaan we weer verder met
de katatoon. Netjes met de rimpels mee. En goed blijven kijken naar de foto. Een beetje wit erbij, niet te donker worden. Naast de neus is een korte rode. Dan gaat u wat vlees ook erbij. En regelmatig met de mop. Dat het mooi even wordt. Niet helemaal op de goede plek. Zo. Thank you.
witte. De neus. Dan is dat weer spiegeling van het licht. En ook weer in de richting van de neus schilderen. Te veel. Dus dan moet je goed mengen, goed uitvegen. Weer corrigeren. Het is continu een kwestie van kijken, kijken en corrigeren. Het regent ook een beetje. Kun je goed horen. Nog een beetje schilderen. En weer regelmatig met de mop.
beste man heeft heel veel winkels. Een rauwe sinne erheen gedaan, iets meer. De tint wat donkerder wordt. We gaan zo richting de schaduw. Regelmatig met hem op. Dat is een mooi vervaar. Nog een tikkeltje donkerder. De bovenkant van het donkere deel overheen en krijg je echt een beetje een bolling. De schaduw gaan doen.
En weer met de mop eroverheen. Af en toe doe ik er een beetje vlees open bij. En toch een beetje de rode, roodachtige glans van het portret te pakken. Rode omber en ik hoop de blauw overheen. De wang volgen, dat het een beetje rond wordt. Vinkbrauwen door. Iets donkerder maken. Hier de schaduw nog eens donkerder. Zin een beetje schoonmaken. Een beetje lichter.
laten vloeien. Een beetje varen aan de zijkant. Een tikkeltje. Vlees ook erbij. Nou, de mop weer bij. Het is nog even wat schoner. Zodat de gewone vleeskleur er weer aan kan. Nog een ooglid. En probeer te vervagen. Zo. Even schoonmaken. Dan moet het bovenop de neus moet het nog een beetje gaan overvloeien. Niet helemaal scherp beschaduwd wordt. Ja. Klein beetje wit erbij. En weer corrigeren. Iets kleiner kattentongetje. Iets meer rood erbij. Vlees ook op, excuus. En weer vervagen. Schoonmaken. Even rood. Puntje aan zijn neus maken. Schoonmaken. En dan met wit. Een beetje een glimplekje. Zijn neus aanbrengen. Hier zit ook nog iets in witte veeg.
maar eventjes wat donkerder maken. Dan zit weer zo'n uitprooi. En dan bij het andere oog. Ik ben geconcentreerd aan het werk, dus ik praat dan niet zoveel. Maar ik hoop dat jullie kunnen zien wat ik aan het doen ben. De bovenkant weer eventjes zodat het een beetje afrondend effect krijgt. Goed, nog een beetje donker. Donkerder. Echt een bolling krijgen van het oog. En een beetje vervagen. Zo. Een beetje de wenkbrauw een beetje donker maken. Thank you.
penseeltje voor. Penseel, maatje 2, een beetje te over, over te laten vloeien. Zo. Ronding krijgen. Nog zijn oogleden, hoe je dat ook noemen mag. En die zijn een beetje rood bij hem. Ik heb een kleine rond penseeltje voor. En de verf, dat is vleesoker met rauwe sienna. Waar er dus iets meer vleesoker in zit dan voor het gezicht. Dit is een beetje aan de rode kant. Daar gaan we straks met wit nog een beetje overheen. Schoonmaken. Zo, een beetje wit. En dan wordt het vanzelf een goede kleur. En zo. Dan heeft hij de ooghoeken. Gewoon puur vleesoker. Dan ga ik er nog maar een beetje wit langs heen. Hetzelfde ga ik natuurlijk ook aan de andere kant doen. Heb ik nog van gisteren op mijn palet zitten. Ja. Afwerken. Ook weer gebrande sienna en weer vleesoker. Er zit een wit plekje op zijn
ooglid. Dus dan moet het ook een beetje. Zo. Hetzelfde zit aan de andere kant. En het ooglid moet ook een beetje kleur hebben, een beetje te bleek. Maar dat is kijken en corrigeren. Goed naar de foto kijken wat je wilt doen. Hoe zijn de kleuren op het oog en überhaupt op de huid? Het is een spel van licht en donker. Hier op zijn ogen zit wat rooier. Er zit ook wat puurvlees ook opgedaan. De ooghoek is weer wat donkerder. Dus dan heb ik weer wat rode omber. Met wat blauw. Rimpeltje onder het oog. In de ooghoek zit weer wat roods. En omdat het schaduw is. Een klein beetje een rode onder erop. Is dan niet donker genoeg. Dus iets meer accent geven. Rode omber met kobaltblauw er hier onderdoor. En vervagen. Altijd maar weer vervagen. Dus nog eens met de mop. Of met een ander zacht penseel. Grote vlakken doe ik altijd met de mop. En dit soort dingen kan met een klein rond penseel. Even kijken. Even weer met een kattentongetje aan de gang. Het moet dan nog wel een beetje rood komen hier. Dus ik heb je de bollen niet. Het moet toch wel een wangetje worden. Dat is de deksel. Om een overtollige verf van de mop af te halen, gebruik ik even een lapje. En dan smeer ik het penseel eventjes op en neer, zodat de meeste verf er vanaf is. En die melkje zit onder de rimpels. Het is niet prettig om te schilderen rimpels.
het dus even een beetje vervagen. Zoals je zo. Aanwezig. Een stukje onder zijn neus. Zo, ik vind het wel aardig zo. Maar ik heb vergeten te vertellen dat dit pas de eerste laag is. Een gezicht doe ik altijd met twee lagen verf. Dan komt de kleur beter uit. En je kunt dan nog eens een keertje goed de huid goed bekijken nu die klaar is. Het gaat dan drogen en je gaat ondertussen wat anders schilderen. En op een gegeven moment dan weet je precies waar de rimpels moeten zitten. Hoe de verf is opgebouwd. Dus als het gezicht droog is, dan gaan we dus het nog een keer schilderen. Dan gaan we de rimpels nog een keertje fijner aanbrengen. Misschien dat we de donkere delen nog wat donkerder kunnen krijgen. De ogen die moeten nog een keertje